Nou, ten eerste moeten organisaties het weten dat ze moeten veranderen en dat ze richting duurzaamheid moeten. Als je het weet als top van een bedrijf, moet je zorgen dat het verankerd zit in het DNA van je bedrijf. Zorgen dat je hele organisatie het weet en dat het niet alleen maar iets is voor de top. Het moet iets zijn wat je in de praktijk, in je organisatie, van top tot bottom implementeert. En vervolgens moet je gaan rapporteren. Je moet gaan zorgen dat je transparant bent, dat je mensen vertelt, intern en extern, wat je aan het doen bent. Je moet communiceren, je moet duidelijk maken wat de voordelen zijn. En misschien wel het allerbelangrijkste, alle besluiten die je neemt, die moeten wel heel consistent passen in die richting waar je op wil. Een duurzame samenleving, een duurzaam bedrijf. Want duurzaamheid is de enige weg voorwaarts in deze maatschappij. We verdienen ons geld met duurzame producten, we maken voeding gezonder, we maken auto's lichter, we zorgen dat er nieuwe alternatieve energiebronnen zijn. Dus eigenlijk verdienen we ook ons geld met duurzaamheid. En in dit boek laat ze voorbeelden zien. Ze geeft tips hoe bedrijven daadwerkelijk van punt A naar B komen. Want er zijn bijna bedrijven die zeggen, ach, ik wil daar niks mee te maken hebben. Veel bedrijven willen het omarmen. Maar dan, wat doe je dan? Nou, daar geeft dit boek praktische tips voor.